Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is een tijdje geleden, maar we zijn weer terug. Yay! We zijn er weer. We zijn een tijdje weg geweest, heeft meerdere redenen. Er komt binnenkort nog een video over online, maar daar ga ik niet veel over bezig zijn nu. Want Chantal en ik zijn onderweg naar Rokanje. Ik heb namelijk vandaag daar een sollicitatiegesprek. En we dachten van, joh, we gaan gewoon lekker met z'n tweetjes, hebben wat aan elkaar. En hoef ik ook niet helemaal mijn epie naar Rokanje. Dus we gaan onderweg naar Rokanje. Ik ben er nog nooit, ben helemaal met de bus geweest. We schijnen ook echt helemaal door Osborne te gaan. Heel gedoe. Ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. In ieder geval gaan we nu onderweg naar Rokanje. Chantal blijft vanavond ook eten, dus dat is ook gezellig. Ja. Lekker pasta maken vanavond, dus we gaan op naar Rokanje. Ik ben benieuwd. Jongens, het is body lotion, die is zelf bruin, maar volgens mij heb ik 3 dagen te veel gesmeerd ofzo. Ik word echt oranje, echt lelijk, maar goed, let daar niet op. We gaan zo in ieder geval naar Rokanje toe. Daar heb ik eerst sollicitatiegesprek en daarna dan gaan we kijken, als het zo weer blijft, gaan we denk ik nog even naar het strand, toch? Als het dit weer blijft en als het niet ineens gaat plensen. Het is nog wel steeds grijs buiten, maar hopelijk blijft het een beetje zo weer. Ik ben benieuwd. Oh, goed. Ik heb zelf een sollicitatie gehad. Die ging hartstikke goed. Ik krijg deze week nog een paar dingen te horen. Dus dat is helemaal top. Oh, hier zit ook een ijssalon, serieus. Nou, eentje voor de terugweg zo meteen. We hebben lekker een ijsje gehad, want dat hoog. Hij blijft rippen. Het is een heel waterig ijsje. Maar wel een lekker ijsje. We gaan nu even kijken of we naar het strand kunnen lopen. Wat redelijk te doen is. Zodat we nog iets anders kunnen tegenkomen hier. Want tot nu toe heb ik nog geen zin om terug te gaan. Oh, goed, we lopen inmiddels ijsjes op. We lopen inmiddels in een half parkgebied achter. Ik heb een beetje het idee alsof dit een soort bungalowpark is of zo. Het is allemaal wel afgezet. Ik weet niet. Zit u? Hallo. Blijf recht lopen, Kim. Het is wel echt afgezet hier. Het ziet er wel echt leuk uit. Maar goed, we lopen nu dus richting het strand. Tenminste, dat hopen we. We volgen het kaartje. Misschien even wat foto's te maken en daarna gaan we weer helemaal teruglopen naar de bus. Ik ga aan deze kant gaan lopen of helemaal aangereden worden. Ik loop gewoon tegen de richting in nog. Ik ga niet daar lopen. Ga hier lopen. Heerlijk. We zijn er. Tenminste, we lopen nu hier de tuin op. Ik weet niet hoe dit heet. Au. Blijven lopen, Kim. Kom op. Jongens, het strand zit daar. We zijn er. We hebben allemaal blaren, dat is niet normaal. Maar joh, maar ja, ze moeten er iets voor over hebben, jongens. We zijn er in ieder geval. Jongens, ik heb mijn blouseje uit, mijn schoenen om mijn tas geknoopt. Maar we zijn er. Ja. Heerlijk. Voetjes in het zand. Kijk dan jongens, het is echt top. Super tof dit, hè? Lekker. Oh, we gaan nu schelpjes lopen. Dat is niet leuk. Auw. Kijk, dit loopt lekker. Hey, we zijn er. Auw, auw. Dat loopt niet lekker. Auw. Oh jongens, we hebben net een paar foto's gemaakt en eventjes gebeld. Chantal gaat nog even een laatste selfie maken. Dat ga ik ook maar even doen, denk ik. Dit is toch chill. Oh ja, heel chill.
Oké, let's go. We gaan naar... Let go. Terug. We hebben gelukkig een flesje water waarmee we dus een van ons eventjes een flesje water kunnen opofferen om de voeten te spoelen. En dan afdrogen met het busje. En dan gaan we naar het dichtstbijzijnde busstation. Om... dan moeten we al die vieze dingen... Niks. Ik zeg, dan gaan we zo naar het bus. En dan gaan we weer 40 minuten naar huis. Au. Het is content, jongen. Godverdomme. Je hoort alleen maar piep. Stop het in de video. Oh. Mama, straks gaan we van YouTube. Auw. Jongens, leuk zo lopen. Maar het is wel even lekker. Want het is nu nog droog. In Spijk gaat het zo meteen waarschijnlijk ook losbarsten. Jij zei dat het in Vlaardingen al regende. Al meer dan een uur. Dus we hebben wel redelijk... Oh, lekker zacht zat. Dus we hebben wel redelijk mazzel. Dat het hier nog redelijk oké weer is. Maar goed, we gaan nu ook naar huis. Het is alweer 4:15. Dus het wordt tijd om naar huis te gaan. Let's go. Goed, inmiddels is Chantal alweer naar huis. En we hebben lekker patatjes gegeten. We waren best wel laat thuis. Dus ik heb even friet voor ons gehaald en wat snacks. En we hebben lekker gegeten hier bij mij thuis. Chantal is nu naar huis. Ik wil haar eigenlijk de vlog laten afsluiten, maar ik heb er geen erg meer in gehad. In ieder geval was het voor mij echt een topdag vandaag. Ik heb een hele leuke sollicitatie gehad, een hele goeie. En daarna hebben we heerlijk eventjes op het strand gewandeld, Chantal en ik. We hebben best leuke foto's gemaakt, die zal ik zo meteen nog even in beeld laten komen. Maar ik bedank jullie nu voor het kijken naar deze video. En we gaan proberen 2 keer in 1 maand te uploaden. Dus om de week een video. Dus bedankt jullie voor het kijken. Doe deze video een duimpje omhoog en ik zie je heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! En Chantal, zien jullie trouwens ook heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Ook namens Chantal.